Ik had een aantal goede sprints op training, goed getraind, goede sprints gedaan. En gisteren nog op de rol nog eens goed gesprint een paar keren. En zo, die vermogens die waren wel zoals in de betere dagen. Maar dan moeten we nog altijd zien of dat tegenover de tegenstand voldoende is. Hè. Kun je de sprint eens beschrijven? We zaten redelijk ver in de laatste kilometer. Maar dat was zeker geen probleem. Ik had ook gezegd, probeer niet te vroeg op kop te komen tegen Gert. En ik had hem als doel gesteld, probeer hem op 150 meter af te zetten. We kwamen denk ik van de tiende positie of zo. Maar het was zo nog, ze vielen vooraan ook een klein beetje stil. Dus wij kwamen eigenlijk van op 500 meter van achteruit met veel snelheid. En dan op 200 meter begon Gert stilletjes, hij was de snelheid aan het verliezen, dit een teken van gaan. En ik dacht dat het iets te ver ging zijn, maar ik had voldoende kracht om ze af te houden tot op de aankomst. Hij viel niet stil, dus dat is een goed teken. Het is wel heel plezant en goed voor de moraal. Ik had vooral op morgen gerekend, dat is toch een aankomst dat me redelijk goed ligt. Hier heb ik nog niet zo heel veel successen gehaald, maar wel één keer of zo. Maar de arrivé was veranderd en het was eigenlijk veel verbeterd. Zo. Dus het was een mooie aankomst. Ja, ik zat in de vroege ontsnapping. Dus met drie man de hele dag voorop. En ja, het was eigenlijk wel nog een lastig koers. Was het lastiger dan je verwacht had? Ja, eigenlijk. Het was niet veel wind. En daarmee was het eigenlijk altijd wel duwen eigenlijk op kop. En vooral op het einde veel bochten en optrekken, dat maakt het wel lastig.